Ben ik nou niet mooi, mensen? Ben ik nou niet mooi? Ja, een hele, hele goede avond. Ja, mij ook. Goedenavond. Ja, en van Rodus ook. Ik heb net dus even met de Ro dingen besproken. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. En ja, ik weet dat ik zie er niet uit. Nee. Dat heeft ook een reden. Maar daar kom ik vanmiddag even wat op terug. Dat ik wat helderder ben. Ja. Ik wens jullie wel heel veel kijkplezier gewenst. Ja, nou. We zijn dus aan het lopen in de binnenstad. En dat heeft een reden. Er zijn dus mensen die denken dus lollig te zijn om mijn telefoonnummer op een aantal sites neer te zetten. Zodat ik dan lastig word gevallen. En ik kan je één ding zeggen. Het is helemaal niet grappig. Ik kan een hoop hebben. Maar de politie is al hiervan op de hoogte. Morgen om 9 uur heb ik ook een afspraak en bij de politie om aangifte te doen. En ja, nu ga ik even richting Kamer van Koophandel. Dus ook dat hoop ik dat ik ook IP-adressen kan achterhalen. En dan hoop ik en dat diegene of een boete krijgt. Want wat je dus nu doet, dat is dus ook geestelijke mishandeling. En dat kan, weet ik niet of het waar is. Hoe zwaar is dat? Dat kan best zwaar zijn, ja. Nee, maar qua straf, eis? Ja, dat kan, oplopen. Ligt aan de gradatie, ik weet niet hoeveel rechter kan zeggen van nou, dat is zoveel. Ik kan er geen uitspraak over doen. Nee, maar... Het is een strafbaarheid. Yep. Dus vind jij je hierin en je hebt zoiets van kut, eigenlijk niet moeten doen? Prima, maar kom dan gewoon even bij me langs. En dan kan ik heus wel praten. Maar als je op deze manier mij te kakken zet. Ja, dat is jouw schuld. En maar niet de mijne. Ik ben hierin slachtoffer. En dat wordt nu even op dit moment vergeten. En van jullie vinden dit waarschijnlijk onwijs leuk. Om mij te gaan pesten. Maar ver kom je niet mee. Ik heb mensen in de beveiliging zitten. Dus, en die helpen mij hier ook bij. Dus ik sta hier niet alleen in. En wij krijgen hier geen ruzie door. Want wij worden er alleen maar sterker door. Dus ja. Ik zou zeggen stop gewoon met deze ongein en meld je gewoon. Daar heb je veel meer mee. En meld je ook zelf gewoon en bij de politie. Klaar. Punt. Ja, hallo allemaal. Ja, het is nu alweer inmiddels als bijna 5 uur. Het is nu 16:59. We zitten dus al een tijdje, de hele tijd al in de auto vanaf school. Om dingen te regelen. Voor de afspraak van morgen om 9 uur en bij het politiebureau. Want er zijn mensen leuk. Die denken dat ze leuk zijn om mijn nummer, om dus een account aan te maken. Zodat het dus lastig wordt gevallen door vreemde personen. Dus dat zuigt mij helemaal leeg. Zoals je wel kan zien aan mijn gezicht. Want normaal dan, gaat dit. En... Nee, het is nu echt, ik ben gewoon rot af. Roos ook kapot. Hij heeft zelfs vrije... gevraagd voor vandaag om samen met mij dingen te regelen. Daar ben ik hem ook onwijs dankbaar voor. Dus, als je zoiets hebt in je hoofd van, hey, ik wil dat doen, adviseer. Van mijn kant af. Doe het niet. Want je richt zoveel schade aan. Je doet het psychisch iemand Ja, het is inderdaad wat Ro al zegt. Je maakt gewoon iemand psychisch kapot.
Ja, en komen ze erachter, dan is het schadebedrag ook na verand hoog. Ja. En hoe... Ja. Dus ja, ik ga nog wel naar buiten zo, maar ja. Het is al wel de vorm van, ik kijk wel uit van kan ik nog wel naar buiten. Staat niet iemand vreemds bij mijn deur of wat dan ook. Dus ja. Ja, een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is Karen Staalman van de Werf. Mijn man die staat al daar, dat is Roderick Staalman van de Werf. Wij zijn dus nu lopend. Helaas, maar het is waar. Richting het politiebureau. Ik vind mensen het grappig om mijn nummer onder gekke, rare advertenties te zetten. Zodat ik lastig word gevallen. Dus ja, dat gaan we dus nu doen. En dan hou ik jullie op de hoogte. Dus ik kan daar ook niet vloggen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier wat ik jullie allemaal ga vertellen en laten zien. Zo, nou... We lopen al eventjes in het park. Ja, maar blijkbaar mogen dus mensen gewoon een advertentie zetten met je nummer. Ja, de wijkagent die neemt het op. Nou, wanneer die komt, ik heb geen idee. Dus dat is nog de vraag. En de recherche kan er niks mee, want ze kunnen zelfs geen IP-adres achterhalen. Ze willen het wel, maar ze zijn dus onbemand. Ja, onbemand. Dus... Dat bedoel ik ermee te zeggen dat ze dus te weinig mensen hebben. Onbemand. Dus ja. Dus je kan dus inderdaad alles doen. Ga je gang. Maar mij heb je er niet mee. Nee. Maar wie een keer de bal kaatst, kan het eens een keer terug verwachten. Ik weet niet wie het heeft gedaan. En nee, ik heb ook geen vermoedens. Nee. Nee, totaal niet. Helemaal niet. Dus... Maar ooit kom ik erachter. Ja. Misschien ooit. Of je komt gewoon een keertje bij mij op bezoek en je vertelt het wel eerlijk. Op de koffie komen eten. Op de koffie komen, gezellig. Of op de thee. Wie weet. Ja. Dus, voel je je nou aangesproken? Ik zou zeggen... Je weet dan waar mijn huis woont. Kom gezellig. Ja. En we praten erover. En misschien gaan we dan weer als... Nou ja. Precies. Als gewoon normaal persoon. Zonder ruzie weer afscheid van elkaar nemen. Nou, wie wil dat nou niet? Ik wel. Jij ook, ik zou zeggen. Meld je. En we hebben het erover. Ja, dat is een riem, schat. Zo, hè? Wat is dat allemaal, hè? Ja, we zijn er alweer bijna. Ja. Ja. Ho, halt, rustig. Halt, leed. Even je riem, schat. Ik eerst. Wachten. Ja. Zo, dankjewel. Wachten. Ja, nou, zoals je kan zien is het nu al lekker in de avond. Kijk maar naar buiten hier. Het is al heel lekker in de avond. Als ik niet mag liegen, en dat mag ik ook niet van mijn moeder, is het nu dus inderdaad real time. 20:51. En ik ben dus nu even bezig met het spel... Euro Truck Simulator. Ik vind het allemaal prima. Ik rij nu even nog niet samen met mijn broer. Maar ik ben gewoon even nog ergens in Polen. Terwijl ik hier zit. Ja, is erg handig. Nou ja, een leuke dag gehad. Dit zal wel vaker gebeuren dat ik weinig vlog. 3 dagen in de week. En, maar ja. Het is even niet anders. Maar geeft het ook allemaal niet. Maar straks als ik deze opdracht heb geleverd, dan ga ik even nog een klein ritje met mijn broer doen. En dan ga ik hier ook in huis even aan de slag. Zoals stofzuigen, dweilen, afwas doen. En opruimen voor morgen. Want morgen krijgen we hoog bezoek. Want dan heb ik mijn woning helemaal tot het nok toe vol. En dan kan ik dus niet vloggen waarschijnlijk.
Nee. Helaas pindakaas. Ja. Kijk, is iemand. Er was iemand even. Oh, alweer. Aan het schoonmaken, ja. Hé, kerel? Ben je even aan het schoonmaken? Krijg ik bezoek dan? Meneer, straks hè. Later hè. Ja hè. Dit is Speedy dus. Hè? Mijn rode mannetje hè. Ja. Nou, Rodi is al lang en breed al weer naar huis. Hij heeft even geholpen met aardig wat op te ruimen. Ik ga morgenochtend wel even stofzuigen. Want morgen is het een drukke dag. Ik krijg een cameraploeg over de vloer. Maar wat mag ik niet zeggen. Dus ik zal ook weinig vloggen. Net zoals vandaag. Dus, maar dat maakt niet uit. Ik ben nu even tv aan het kijken. Weer even de sleutel even terug aan het kijken. Van, en van Bo Erve van Doren. Weet ik al hoe ik het uit mag spreken. Precies dat. En het is nu 1:30. En dan straks ga ik lekker naar bed. En ladies even aan het kluiven, dus dat laat ik jullie nog even lekker zien. Een jongen die ik kende, die is overleden in zijn slaap. Je weet een stukje voor de rest van je leven. Maar dat je dan denkt, van laat maar zitten. Ga niet zo uit, dat ik niet meer moet krikken. Wat als ik niet meer wakker word, omdat ik het niet goed onder controle heb die dag. Lekker een meis! Ja, en meis. Lekker, hè? Bosch denkt aan de toekomst waarin waterbesparing is. Hé? De slimme techniek van Bosch als machines. Is een keer wat anders, hè? Ja, een hele goedemorgen allemaal. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. De naam van mijn man is Roderick Staalman van de Werf. Het is nu woensdag 16 oktober. Het is nu... Ja, je ziet het goed. 8:00. Het is lekker op tijd. Ik ga even Lady eventjes een blokje doen. Roos al met de twee zusjes even een goed blok aan doen. En ik ben verkouden. Ja, je hoort het goed. En dan straks 9:00 krijgen we bezoek. Dat mag ik niet filmen. Heb ik al een beetje wat over verteld. Dus ja. Dus ik zou zeggen heel veel kijkplezier met wat jullie een beetje iets kunnen zien. Ja. En zoals je dus ziet ben ik even lekker alleen met haar. Ook gezellig, hè wijfie? Gezellig, hè? Ja. Want Roderick die heeft eventjes in de twee zusjes. Ja. Lekker even, hè. Tut. Kom op het gras, schat. Kom. Goed zo, meisje. Ik ben trots op jou. Nee, toch maar niet op. Goed zo. Nee. Ja, dat weet ik. Kom, gras op. Keurig, wijfie. Ja, nou, ik loop dus inderdaad lekker buiten. Wat je wel kan zien, het is nu iets van 7:50 of zo. Dus zij is lekker aan het snuffelen. En het is weer in Den Haag lekker druk. Heel druk, zelfs. Hé, meisje, jij, hè? Ja, ga maar gerust maaien, helemaal goed. Nou, Beuk was ook al in beeld. Ja, schoon verkeren. Gaat gewoon door in Nederland. Yep. Dus, ja, ik ga zo meteen vragen waar Ro is en dan loop ik hem tegemoet. Misschien dat hij ook nog misschien wat grapjes wil vertellen of zo. Ja, je weet het niet. Dus dat ga ik even doen en dan kom ik zo spoedig mogelijk weer terug bij jullie. Hey. Ja. Ro en ze willen hier naartoe. Nee, dat kennen ze niet. Oh. Hi, dames.
Ja, en dan waren we er weer bijna, hè, thuis. Toch? Ja, bijna wel. Ja, bijna wel. Maar ze kunnen ook hier parkeren. Ja. Als ze willen. Plek zat. Is toch ook deels een beetje voor de deur. Yep. Kom dames, lopen. We gaan niet in bij de orak lopen eilen. Dus. Hi. Kom door. Ja, goed zo. Keurig. Dus, nou, we gaan naar binnen en dan zien we jullie zometeen wel weer. Joehoe. Toch? Ja, zeker weten. Dankjewel. Waar ben je? Daar. Ben ik nou niet mooi, mensen? Ben ik nou niet mooi? Ja. En hoe mooi ben jij? Laat zien. Ja. Kijk, mijn koffiezetapparaat is ingeruild. Kijk. Ja. Kom eens gezellig bij. Bij mij. Deze kant op. Lindo. Hey. Zo. Nou is het wel heel erg lang, schat. Ja. Niet zo hoog. Niet. Je staat op je tenen. Ik kan je niet op mijn tenen. Jij zit te krimpen. Jij zit op je tenen staan. Ik sta juist goed. Nee, een beetje hoger. Kijk, zo. Dat is beter. Ga een beetje hoger staan, dat is goed. Ja, goed hè. Hoe vind je mijn make-up? Ik ben best wel mooi. Grappenmaker. En ik heb zin in morgen weer. Zin in morgen? Ja, maar jij hebt een... Je moet vroeg op, ja. Ja, voor school, maar daarna ben jij gewoon weer vrij. Nee, dan heb ik nog weer andere school. Nee, morgen is donderdag, ook werken. Nee. Ja, morgen ook werken, donderdag. Nee. Nee. Donderdag moet ik vroeg op de zaak zijn. Oh, ja. Vrijdag. Op je werk, ja. Is er school. Mij. Ja. Mijn school, niet jouw school. Onze school. Ja. Niet de gebruikelijke school. Nee, precies. Ik hoor kort dat. Ja, en dan ben jij weer op tijd thuis. Ja. Ja, nou, ik heb nu even lekker vrije tijd. Dus nu mag ik niet liggen. Het is nu bijna 16:30. Ja, bijna 16:30. Ik ga zo mama bellen. Ik ga zo eerst wat voor rook kopen, als ze nog open zijn. Trouwens, by the way. Vind ik handig. Ja, even iets leuks voor rook kopen. Mooi bloemetje. Ja, dat heeft hij wel verdiend. Naar een dag als vandaag. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ga nu eventjes ergens naartoe lopen. En dan... denk ik wel dat ik dat jullie ook nog even laat zien en anders dan maar niet. Hallo buf! Hoop maar niet. Nee, geen zin in. Nee, ik zal even kijken of het nog open is. Open is. Ja, het is nog open. Dus ik loop daar even naartoe en dan laat ik jullie zo meteen zien wat ik voor rook gehaald. Kijk, die en die. En voor de tractors. Die ga ik wel zo meteen nog even in de boot genomen door deze regering. Ja, precies. Goed zo. Mamie. Ja, een hele, hele goede avond. Ja, mij ook. Goedenavond. Ja, en van Rodus ook. Ik heb net dus even met Ro dingen besproken. En wij gaan van elke dag, gaan wij dus vanaf, elke dag vloggen. Want omdat wij toch een behoorlijk druk leven nu gaan krijgen. Ro die is nu aan het werk. Ik ben toch veel vrijwilligerswerk aan het doen.
Dus elke dag vloggen zit er niet meer in. Ik ga wel proberen om dus dan proberen naar een weekvlog te maken. Ik zal mijn moeder ook vragen of ze een nieuw banner wil maken voor ons. Mm-hmm. En dan wordt het alle vlogs eventjes bijwerken. Dan hebben jullie nog eventjes nog wat te bekijken. En dan vanaf na de herfstvakantie is het een weekvlog. Dus helaas, ik moet jullie teleurstellen, dus vanaf 28 oktober, 28 oktober wordt het dus weekvlogs, jongens. Het is niet anders, maar dat is het nu eenmaal en daar hebben jullie toch even mee te doen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon geabonneerd, mis niks, doe het belletje aan, want dan blijf je sowieso op de hoogte. En laat altijd gewoon even een leuke reactie achter, dus... komt helemaal goed. Wij gaan nog even tv kijken en dan checken jullie mij zo meteen.